Ik ga even met u terugluisteren naar eigenlijk een pijnlijk moment voor Ivo Opstelten. Maar dan hebben we dat maar vast gehad. Hij moest zichzelf toch wel erkennen dat hij fouten had gemaakt in de bonnetjesaffaire. Een kroongetuige was afgekocht voor miljoenen, maar dat precieze bedrag dat bleef heel lang onduidelijk. En eveneens het bewijsstuk, dat zou onvindbaar zijn, maar dat bleek er uiteindelijk toch wel te zijn. Deze informatie had, naar nu blijkt, ook al eerder ontsloten kunnen worden. En dit brengt mij tot de conclusie dat er gedurende een te lange periode onduidelijkheid is blijven bestaan over de feitelijke afwikkeling van deze schikking. Hiervoor draag en neem ik de volle verantwoordelijkheid. En daarom heb ik zojuist mijn ontslag aangeboden aan de koning. Ja, meneer Kuithof, u had hem dit moment willen en kunnen besparen? Nou, kunnen blijkt kennelijk niet, hè. Het is niet gelukt. Maar ik had het zeker gewild, ja. Er was al een tijdje, zat het eraan te komen dat het eind van zijn politieke carrière daar was. Er gingen een aantal dingen niet goed. Dit is het beste voorbeeld ervan natuurlijk. Maar er was al eerder dat er debatten waren geweest waar het gewoon niet lekker liep. Hij kwam politiek steeds meer onder vuur te liggen. Ik gunde hem de aftocht door de voordeur. En dus ben ik op enig moment naar hem toegegaan. Gaan naar overleg met Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter, toen. En ben ik naar hem toe gegaan en heb tegen hem gezegd: Ivo, kies nou dit moment om af te treden. Nu kun je door de voordeur naar buiten. Volgens mij is de tijd daar. En hij heeft het niet zo opgevat. Dus hij heeft het niet, dat advies wat uit de grond van mijn hart kwam, niet opgevolgd. Ja, en toch zegt u van, nou ja, kunnen, ik heb het geprobeerd, maar hij blijkt uit het boek, wist niet dat het niet een persoonlijke gedachte was van u als campagnestrateeg, maar ook uit de fractie kwam. Ja. Had dat niet een enorm verschil kunnen maken? Ja, dat had zeker een enorm verschil gemaakt. Alleen dat kon ik niet zeggen. Als ik dat gezegd zou hebben, als ik gezegd had, dit is de mening van de fractie, dan was het een klinkklare motie van wantrouwen uit de fractie geweest. En dat wilden we nou juist weer niet. Want dan was het toch de achterdeur in plaats van de voordeur. Dan was het de achterdeur geworden, ja. Dan was het in feite een motie van wantrouwen uit de eigen fractie geweest. En dat was natuurlijk juist niet de bedoeling. Ik wilde juist het. Ik kende hem heel goed, hè, dus, want ik had samen met hem in het hoofdbestuur gezeten. Graag, hè? En ik mag hem nog steeds heel graag. Ja, ik heb met hem samen met hem in het hoofdbestuur gezeten van de VVD. Dus wij kenden elkaar heel goed. En ook, dus ik kon ook op die grond naar hem toe gaan en zeggen, joh, kies nou dit moment om af te treden. Ja, hij heeft het niet zo opgevat. Hij heeft het ook niet zo. Hij zegt zelf, misschien wilde ik het ook wel niet horen. Zegt hij zelf ook. Ik denk dat het ook zo was. Hij wilde het niet horen. Maar hij was ook bang dat hij Rutte in de steek zou laten. Ja, dat zegt hij nu. Hè. Dat geeft hij nu ook inderdaad als rechtvaardiging. En dat geloof ik, hoor. Ik geloof best dat hij dat toen dacht. Terwijl hij misschien in de steek liet door te blijven. Ja. Nou, dan ken je Mark Rutte niet. Mark Rutte die is loyaal tot op het bot. Dus die zal nooit dat verwijt ook maken. En dat voelt hij ook niet zo. Maar hij kreeg niet alleen van mij het signaal dat hij ermee moest stoppen. Ook zijn directe sociale omgeving, zijn vrouw, zijn kinderen hadden al een paar keer tegen hem gezegd, kies nou dit moment om te stoppen. Hou er nou mee op. Hij was ook al op de leeftijd waarop stoppen ook helemaal niet raar is. Nee, zeker niet. Hij was 70, dus dat was wel helemaal niet gek. Dus dat kon ook best.